Ja, het klinkt misschien heel erg gek, maar in deze video gaan we het hebben over chapter 3. Yes, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe Fortnite update video. Als je wil, smash natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk simpelweg heel erg deze video. Abonneren kan natuurlijk ook hier beneden. En jullie zien de item shop van vandaag een beeld staan. Zeker weer tof, een nieuwe skin zit erin. De Colonel Poppy hadden we natuurlijk gisteren al behandeld. Maar goed, in ieder geval, zeker weer een nice. Rest onderin kun je de code te veel gevraagd invullen als je iets wil halen uit de shop. En wie dat ook heeft gedaan, is Mark. Hoort te veel gevraagd lang geleden dat ik iets heb gehaald met jullie code. Ben erg tevreden met deze e-mail. Hopelijk heb ik jullie erg blij gemaakt. Peace out, guys. Hey, Mark. Je hebt ons zeker weten blij gemaakt. Heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. Een dikke shout-out naar jou. Zeker weten, een grappige emote. We gaan denk ik direct starten. Ik heb vandaag leuke nieuwtjes. Dus we gaan direct beginnen. Ja, en het eerste topic. We kijken eventjes hoe ver we zijn in dit seizoen. En op dit moment zitten we op, 53% alweer. Dus dat betekent nog 40 dagen precies. Dus ja, iets meer dan een maandje. Gaat zeker weten niet verkeerd. Ik ga het zo meteen hebben over het einde van het seizoen. Want misschien gaan we toch niet over naar season 9. Ja, oké, maar daar kom ik zo meteen op terug. Ja, eerst laat ik eventjes aan jullie zien een gratis taxi banner die je kunt unlocken. Namelijk op fortnite.com/redeem moet je deze code invullen. Ik zal het linkje van waar je hem moet invullen en de code ook eventjes achterlaten in de beschrijving. Dan kun je gratis deze bannercode activeren. Er zijn er maar 5 miljoen. Dus ja, je moet redelijk snel zijn, denk ik. Want ja, 5 miljoen klinkt veel. Maar de hele wereld is dit op dit moment aan het doen. Dus ja, wees er gewoon snel bij. Doe het vandaag. Dan heb je een gratis taxi banner. En we gaan door naar het volgende. Yes, en dit gaat eventjes over de Fortnite Crew Pack. Jawel, namelijk die is weer aangekondigd voor natuurlijk de volgende maand. Namelijk de maand, ik vergeet het al, november. November komt er natuurlijk aan. Wat betekent een November Crew Pack? Dus daar krijg je een skin bij. Je krijgt een rap bij. Je krijgt natuurlijk een backblink. Of meerdere zelfs. Want je krijgt ook meerdere stijlen natuurlijk. Pickaxes. V-Bucks krijg je. De Battle Pass. Oftewel, heel erg tof. Dus we krijgen volgende maand. Even kijken. De eerste, als het goed is, krijgen we deze erin. Dus ja. Oké, nice. We gaan door naar het volgende. Yes, en dit gaat over de Railgun. Namelijk, de Railgun is een soort van uit competitive playlist gehaald. Namelijk, je kunt hem op dit moment niet meer kopen bij characters. En dat werd veel gedaan. Dus op dit moment ga je hem heel veel minder zien. Ik weet niet überhaupt, is er een andere manier om de Railgun te krijgen? Nou, vast wel. In ieder geval, hij is uit dus de characters van competitive gehaald. Dus dan weet je dat. En we gaan door naar het volgende. Ja, dit is eventjes een leuk hoor. Namelijk, jullie kunnen gratis deze backbling unlocken. Namelijk een gouden Dorado backbling. Nou, ik kan het niet goed uitspreken. Maakt ook niet uit. Hoe kun je deze backbling krijgen? Nou, het is makkelijk. Eigenlijk is het wel gewoon makkelijk. Namelijk, je moet namelijk in het echt iets kopen in een bepaalde winkel. Namelijk, voor elk land hebben ze aangegeven welke winkel dat is. Nou, voor België en Nederland, eigenlijk België, want de winkel staat in België, is dat Smart Toys. Smart Toys, zeg ik dat goed? Nou, maakt ook niet uit. Smart Toys, daar moet je een Fortnite product halen. Dan krijg je een code. En die code, dat is inderdaad de backbling. Dus dat betekent dat je op die manier de backbling kunt krijgen. Ja, eigenlijk best wel simpel. Je moet er daarheen gaan en dan iets kopen. En dan krijg je die backbling. Nou, makkelijker kan niet. Ja, oké, daar naartoe rijden, dat is misschien een issue. Maar oké, dat maakt niet uit. We gaan door naar het volgende topic. Ja, we gaan het nu hebben over het grote topic, namelijk chapter 3 alweer. Ja, we zitten natuurlijk nu in season 8. Alleen, chapter 3 komt er natuurlijk bijna aan. En sommigen denken dat dat over 40 dagen al gaat zijn. Met welke reden is dat nou? Er zijn superveel hints dat we eigenlijk over 40 dagen niet overgaan naar een nieuw seizoen, maar naar een nieuwe chapter. Namelijk, dat zien we bijvoorbeeld aan al deze dingen. Dus dit zijn allemaal hints die zijn gebeurd, en die kun je nu nog opzoeken zelfs, dat we overgaan naar chapter 3. Aan de ene kant is het ook wel een klein beetje logisch, want ik denk eerlijk gezegd dat we weer sneller verandering nodig hebben in Fortnite. Dus wat bedoel ik daarmee? Nou kijk, in chapter 1 konden we het heel erg lang uitzitten, omdat toen de game nog heel erg populair was. Maar nu in chapter 2 is het gewoon minder populair. En ik denk wanneer ze nu naar een nieuwe chapter... Wat de hel? Als we nu naar een nieuwe chapter gaan, dan
hebben we natuurlijk weer heel erg veel hype. Dus het zal het beste zijn, denk ik, als ze dat doen, in plaats van nog een paar maanden uitstellen. Want ja, het gaat zeker weten nog wel. Nou, hoe lang? Misschien wel, even kijken. Meer dan een half jaar duren in ieder geval. Misschien wel bijna een jaar voordat we anders overgaan naar Chapter 3. Dus het lijkt me slim als ze het doen. Het lijkt me ook wel heel erg tof natuurlijk. En dat gaat misschien wel weer iets zijn met het Black Hole Event. Omdat, ja, Donald Mustard had dus een banner veranderd laatst naar een Black Hole. Dus het zou kunnen dat dat gaat gebeuren. Maar ja, we weten het natuurlijk niet. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze het gaan doen. En überhaupt of we overgaan naar chapter 3 over 40 dagen. We gaan nu eventjes door naar het volgende topic. Yes, en dit is ook gelijk het laatste topic. Maar dit gaat eventjes over een event wat gelukkig nog dit seizoen gaat plaatsvinden. Namelijk, het gaat een storyline event worden. En ja, heel misschien gaat dit iets te maken hebben met het einde van het seizoen. Zou natuurlijk kunnen. Het zou ook kunnen zijn dat het iets anders gaat zijn. In ieder geval, er komt dit seizoen nog een storyline event aan, dan weten jullie dat. Dus het gaat een live event worden, denk ik. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Druk dan natuurlijk eventjes op het blauwe duimpje omhoog. Daarmee support je namelijk heel erg. Abonneren kan niet beneden. Zakt veel graag kun je gebruiken. En ik zie jullie allemaal weer morgen bij een nieuwe update video. Peace out.